En wat is er heerlijker dan dit? Aan de Maas zitten, in de zon, met een tas vol boeken. Kijk, natuurlijk kan je naar de boekhandel. Dat stimuleren we alleen maar. Of naar de bieb. Ook dat stimuleren we. Maar heb je daar geen tijd, geen geld of geen zin in? Ga eens langs een mini-bieb. Stap eens binnen, stap eens af van je fiets en kijk eens in zo'n ruilboekenwinkel. Kijk, ik heb een strip, een realityboek, wat nog meer? Een Engelstalig boek, natuurlijk. Kinderboeken, ook volop. En, nou ja, zelfs de nieuwste Stephen King heb ik gevonden. Allemaal gratis en voor niks of om te ruilen. Kijk, in Kuik kun je op verschillende plekken ook in de supermarkt terecht. Ook daar staan boekenkasten waar je boeken kunt lenen, kunt ruilen of gewoon kunt meenemen. Maar Wijk TV De Valuwe, die gaat langs de kleine ruilboekenkasten. En je ziet, uren leesplezier voor iedereen. In Katwijk staat wel een heel bijzondere mini-bieb. Het is namelijk een oude telefooncel. En die is omgebouwd tot ruilbieb, zoals je kunt zien. Nou, degene die voor deze mini-bieb zorgt, is Ans Grutters. En nou ja, die staat hier bij me. Ans, wat heb je een prachtige bieb hier. Het kwam namelijk zo, wij zagen ze in het buitenland erg veel. En toen hebben we bedacht van, nou laten we eens even kijken wat we ook voor ons eigen dorp kunnen doen. Want misschien is het wel leuk voor de mensen om hier ook een klein biebje te hebben. En zodoende is het gegroeid, hebben we in de dorpsraad hebben we dat geopperd. En zeiden ze, ja goed, hoe gaan we dat aanpakken? Nou ja, het is natuurlijk wel leuk om iets ludieks te hebben. En niet een eigen, ja, we hadden eerst gedacht van, nou we maken een kastje en zo. Zoals het ook wel eens in meerdere plekken ziet. En zodoende kwamen we op het idee om een echt gebruikte Engelse telefooncel te gaan. Maar die liggen natuurlijk niet voor het oprapen. Nee, dat moet nog eventjes op internet bekeken worden waar we dat kunnen vinden. Tegen een redelijke prijs natuurlijk. En zodoende is deze gevonden in het noorden van het land, ergens in Groningen. En dat hebben we dus zelf, de dorpsraad heeft dat zelf opgehaald. Een heel toestand was dat, want het is met het glas erin. Dus het is ook nog heel voorzichtig om te moeten vervoeren. Het is een echte originele, het is geen nagemaakt geval. Nee. Hij ziet er ook heel solide uit, hè? Ja, dat is het ook. En hij is ook heel goed neergezet, dat hij ook door weer en wind kan blijven staan. Maar hoe kom je aan al die boeken? Nou, dat ging eigenlijk best wel vlot. Want zo gauw dat het bekend werd dat hier zo'n bieb kwam te staan. Er zijn mensen uit de buurt die al snel iets kwamen brengen. Soms al uit een andere bieb. Die zeiden, oh, we kunnen hier nog wel wat neerzetten. Dus het was heel snel vol, moet ik zeggen. En dat blijkt dan ook wel dat het toch prettig is en nodig voor iedereen om een boekje te kunnen nemen. Zo. Hebben jullie speciale boeken? Dat je zegt van, nou, ik wil alleen een thema of alleen volwassenen, alleen kinderen? Nee, daar hebben we niet helemaal naar gekeken. We vinden gewoon een biebje moet voor iedereen zijn. En het is niet aan mij om daarin beslissen wat wel en wat er niet in mag. Want het is voor ons allemaal en iedereen denkt daar anders over en leest ook anders. En kinderboeken zijn er ook, die komen er ook gelukkig met best wel wat in voor. En dat vinden we gewoon ook wat leuk dat daar ook speling in is. En ook, er komen boeken in, romans, een hele oude, ook heel van jaren terug en zo wat uit de kast komt natuurlijk met de opruimingen. Maar dat is juist ook heel leuk. Kapotte boeken die haal ik er dan dus toch wel uit, mocht het zo zijn. Want dat is niet echt leesbaar meer. Maar het is heel divers, moet ik zeggen, wat erin komt te staan. Dus als er mensen
uit Nijmegen of Limburg of waar vandaan ook hier langs komen fietsen en die denken, hé, wat is dat? Die mogen gewoon een boekje meenemen. Ja, 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 natuurlijk. Waarom niet? Ik bedoel, we zijn er voor iedereen en maakt ons niet uit wie het gaat lezen. Dus wat dat betreft mag iedereen hier in en uitpakken. Ja. Kun je nu ook zien dat bepaalde boeken uitgeleend worden of meegenomen worden en die later weer terugkomen? Ja, ik zie wel enkele boeken terugkomen, heel veel ook niet. Maar ik zie wel wat boeken terugkomen. En dat is dan ook wel heel mooi, omdat er ook vooral boeken die dus herkenbaar zijn. Maar er zijn ook boeken bij die gewoon voor mensen één keer leesbaar zijn. En dan of ze lenen ze weer verder naar uit, naar de familie of net wat. Maar ze komen wel, sommige komen wel terug, ja, ja. Heb je enig idee hoeveel mensen er gebruik van maken? Ja, dat is een goede vraag. Dat zou ik niet per se weten, want ik woon hier natuurlijk niet per se bij, langs of tegenover. Maar ik hoor wel van mensen die dus hier wel in de buurt wonen, dat hier toch echt elke dag flink gebruik van wordt gemaakt. Ja. Ja, ja. Nou, dus wat dat betreft doet hij heel goed dienst. En als laatste ben ik toch wel benieuwd, heb je nu ook wel eens een heel bijzonder boek hier in de kast gevonden waarvan je denkt van nou wauw, dit boek dit zoek ik zelf al jaren. Of dit vind ik een fantastisch boek of een vreselijk oud boek. Iets bijzonders? Ja, wat heet iets bijzonders? Je ziet ook wel, nou voor mezelf niet direct dat ik zeg van hé, dat vind ik nou echt een geweldig iets wat ik daar lang naar gezocht heb. Dat niet direct. Maar je ziet wel bijvoorbeeld ook wel eens bijbeltjes bijvoorbeeld. En dan denk je, ja goed, die heeft niet iedereen meer in huis. En dan denk ik, ja goed, ik laat wel even staan. Want er zijn wel natuurlijk mensen die daar ja, even in zouden willen kijken. Maar het is eigenlijk romans, medische dingen. Het is van alles wat hier komt te staan. Dus ik kan dan niet zeggen dan wat er dan het meeste uit zou gaan. Oké. Nou, Ans, dankjewel voor de tijd. En nou ja, mocht er mensen zijn die denken van ik zoek nog een leuk boek of ik wil mijn boek kwijt, maar op een goede manier. Die zijn altijd welkom in de prachtige Ruilbiep in het mooie plaatje Katwijk. Dankjewel, Ans. Ja, graag gedaan.